Oké, zie je dit? Dit kan toch eigenlijk niet? Wat? Oh, kijk nou. In Moestuinieren voor Groentjes leer jij meer over moestuinieren en gaan twee teams de strijd met elkaar aan om antwoord te krijgen op de vraag: wie heeft de groenste vingers? Iedere week krijgen de teams een opdracht om iets te ontwerpen of te verbouwen. En wie dat volgens de jury het beste doet, wint een punt. Het is een vroege zaterdagochtend en team Kuik krijgt hun eerste opdracht. Hi. Oh, dankjewel. Viola, we hebben post. Oh jee, ik kom eraan. Moestuinieren. Wie heeft de groenste vingers? Ik ben beter in voorlezen, dus misschien dat ik het moet doen. Ja. Hey team Kuik, hoogste tijd om te beginnen met moestuinieren voor groentjes. Jullie nemen het op tegen team Groen. En gaan voor deze eerste opdracht een kijkje nemen op hun tuin in Rotterdam. Zijn jullie er klaar voor? Op naar team Groen. Heel leuk. Wie heeft groenste vingers? Nou, dat zijn wij natuurlijk. Nou, naar Rotterdam dan. Okay. Wij hebben een mooie tuin, maar zij weten er het meest over te vertellen. Dus dat moeten wij misschien nog een beetje bijspijkeren. Iris en Viola zijn goed bevriend met de andere tweeling, alleen nog nooit op hun tuin geweest. De strijd kan beginnen en een goed begin is het halve werk. Nou, we kunnen hier niet langs. Kijk, lekker bezig dames. Ik kan me zo voorstellen dat de tuin er net zo uitziet als dat zij een beetje zijn. En zij zijn ook een beetje chaotisch. Ik zie meer een soort van permacultuur of zo. Ja, alles een beetje door elkaar. Er heerst tussen ons en de jongens altijd een soort strijd in alles. Omdat we alle vier heel sportief zijn. En nou, dat zal nu natuurlijk ook zo zijn. Joehoe! Hallo! Hey. Welkom! Leuk dat jullie er zijn. Kon je het vinden? Heel leuk! Ja, 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 snap je, hè? Nou, welkom in deze wilde. Ja, deze stad-oase. Ja, we moeten deze kant op, want dan gaan we gelijk naar de tuin, toch? Of niet? Ja. Wow, dit is maar, zo anders dan bij ons. Ja, ik denk dat het een goed punt is om even te vertellen waar onze tuin is. Ja. Want die is helemaal het einde van het pad, linksaf. En nou, daar zie je wel wat je tegemoet komt. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Kijken? Ja, zoek het uit. Nee. En wel een beetje aardig zijn, hè? Voor de plantjes. Ja, en voor ons. Oh, hier is van die jongens. Alleen deze kant dan? Oh, wat leuk. Het is wel klein. Het is heel veel kleiner dan bij ons. Het is wel, het is wel ook heel netjes. Ja, oppassen dat je nergens op staat, hè? Denk je, maar is dit ook wel iets eetbaars? Denk je niet? Nou, ik weet het niet. We kunnen het even proeven. Nee. Maar ik zou het niet weten. Het is wel heel piepklein. Wij laten het wel thuis iets groter worden, voordat we het erin zetten. Zoals ik het net zag in de tuin, hebben ze hun plantjes veel te snel in de aarde gezet. En ik denk dat dat dan ook een valkuil is. En dat zit ook meteen in hun. Dat ze heel snel praten en best wel onrust. En dat is met moestuinieren een valkuil. Dit kan toch eigenlijk niet? Wat? Oh, kijk nou. Gewoon een worteldoek eronder. Ja, ja, zo kan ik ook tuinieren. En zo komen ze er natuurlijk heel makkelijk vanaf om op die manier alle onkruid te verslaan. En ik zou dat zelf nooit doen, vooral niet als ik een bioloog ben. Ik vind dat ook bij tuinieren ook onkruidwieden hoort. Dus dan moet je dat ook voor lief nemen. Daarbij is het natuurlijk lelijk dat je dan doek ziet in plaats van aarde. Wij hebben bloemen. Zijn er geen bloemen? Nee, inderdaad. Wij hebben heel veel bloemen. En vaste planten ook wel. En dat vind ik wel gek, want zij zijn juist zo van de beestjes. En wij hebben volgens mij veel meer beestjes in de tuin. Ja. Mag ik natuurlijk niet te hard zeggen, want dat vinden zij helemaal niet leuk om te horen. Nee, dat denk ik ook niet. Na deze kritische inspectie van de vrouwen gaan Iris en Kevin de tuin op om de eerste indruk van team Kuik te bespreken. Je loopt met deze plastic fles in je hand. Wat doe je daarmee? Nou, kijk, deze courgette die wordt nog wel aangegeten. En hier zitten wat gaatjes in, zodat hij ook wat lucht krijgt. Dus ik zet het er gewoon onder. Oh, dat zit je er gewoon overheen. Ik zet het er gewoon overheen. Maar kan je me vertellen, waar ben je nou het meest trots op in deze tuin? Op deze boom, deze appelboom, zitten dus verschillende rassen. Want een vriend die vond het leuk om deze boom met andere rassen te enten. Dus hij plakt eigenlijk als het ware een andere tak van een andere ras op deze boom. En dat tape die soort van dicht en dan laat je dat groeien en dat kost wel tijd. En dan komen er andere rassen aan. Bijvoorbeeld hier heb je echt een soort donkere appel al groeien. Ja.
Terwijl hier zijn ze echt groen. Oh, wat grappig. Zie je? Dus dat is echt een ander soort appel? Ja, ander soort appel. Ja, een prachtig exemplaar in onze tuin vind ik toch wel de druif. Er komen al mooie druiventrossen aan. Oh ja. Hier. Volgende keer gaan we ze even mooi dieven. En wat is dieven ook alweer? Dat zijn de kleine eigenlijk uitsteeksels die in de bladoksel eigenlijk waar de druif uitloopt. En die moet je eigenlijk weghalen, want die stelen eigenlijk de energie die eigenlijk in de druiventros moet. Oh ja, net zoals bij tomaten. Daarom is het een dief. Oh ja. Nu de tweeling Kuik de tuin van tweeling Groen heeft geïnspecteerd. Och jeetje, wat is dit nou allemaal? Wordt het serieus? Nou, waar zit een? Stift. Hamer in. Ik zou niet weten waar we dat van gebruiken eigenlijk. Oh god. Hier, die wil je haken. Ik ben wel goed gevonden denk ik. Zo, voor mij even een zuipje hierin. Team Groen, Team Groen is van ons. Hey. Voor moestenieren voor groentjes, jullie eerste opdracht. Probeer dames van Team Kuiken te imponeren met jullie kracht en sla deze paal de grond in. Neem daarna een kijkje op hun moestuin in Muiden. Aan het werk en succes! Dus doe het, gaan we. Maar ik neem aan dat we deze wel eerst aan moeten trekken. Inderdaad Kevin, die moet je aantrekken. Alleen, dat gaat voor Team Kuik net iets makkelijker dan voor de mannen. Ja, hij zit wel echt los hier. Hij zit verkeerd, hij zit gedraaid denk ik. Hebben jullie een kleinere maat? Ja. Die man is gedraaid hoor, maar het is gewoon goed. Anders nog iets, ben je echt gedraaid? Dat is niet verlukt hè? Volgens mij moeten jullie aan het werk. Nou, daar moet je zien. Kan maar door. Ja, nu moet je je spierballen laten zien. Ja, kom maar. Komt-ie. Had je hem kapot maakt, hè? Hij is niet kapot. Nee. Ik probeerde gewoon even die paal goed erin te rammen. Maar door die trillingen ging het bord kapot. Gisteren waren we in de moestuin. Toen ging die onkruid wieden. Toen bleef hij hangen achter de framboos. Maar dat was precies een stuk framboos waar alle bloemen in zaten. Toen brak het af. En ja, dan denk ik, ja, dat vlak mijn broek wel weer op mijn knieën. Dan denk ik, kom op. Ja, ik ben misschien wat grover of zo in de tuin. Ik weet niet of het erg is, maar hij zit elk kleine pandje wat we er niet in willen hebben met weg aan het halen en ik doe meer een beetje moa zo. Dat is denk ik wel het grootste verschil. Dus die combinatie is natuurlijk goud of groen. Gebroken, team gebroken groen. Wat ga je daar dan precies op schrijven? De kuit niet, welkom. Nou, de sfeer, die zit er lekker in. Team Groen legt nog even de laatste hand aan hun prachtige bord. Ja, dit was natuurlijk niet mijn beste vak op school. Ja, ik dacht ik begin er maar niet over. Maar dan nu op naar Muiden, want daar is de tuin van Team Kuik. Hier zo? Ja, lijkt me een goed idee. Jij hebt er een dansje bij. Samba. Jij hebt ook echt al de ogen van opmerkingen. Oké, niet te hard slaan hè, Eer. Dat kan jij. En terwijl de vrouwen het bord wel wil houden, gaan de mannen de tuin van hun tegenstanders bekijken. Nou, is dit niet mooi hier? Hij is officieel geopend. Okay. Ga je gang. Wees niet te kritisch. Mag ik die meenemen? En lief zijn voor de plantjes, hè? Hoio! Hey, koninkje. Wat een koppensla. Chic, joh. Dat is ook niet te vergelijken, maar kijk hoe groot deze tuin is, man. Nee, dat is niet eerlijk. Het is gewoon niet eerlijk. De grootte van de tuin is natuurlijk een groot verschil. We hebben misschien wel vier keer zo'n grote tuin als ons. Maar ik denk dat uiteindelijk niet uit moet maken voor wie er de lekkerste tomaten maakt, bijvoorbeeld. Even een kijkje in de kast. Wow, mega courgette. Courgettes. Ja, ik weet niet als het mijn tuin zou zijn. Het ziet er allemaal zo netjes uit en zo aangeharkt. Het is niet helemaal mijn ding. In de stad kan het allemaal niet natuurlijk, nee, hè? Deze luxe. Ik vind het een beetje te, hè? Ja, een beetje te. Een beetje te. Dat is heel goed kunnen. Oh, ik ga deze nog slopen. Ik wil niks slopen. Ah! Heb je dit nou al gedaan? Nee toch? Jawel Marvin, dat heb je zojuist gesloopt. Ja, ik denk dat we toch wel voor de kwaliteit moeten gaan. Dat is van de kwantiteit hè. Ja, ik denk dat het ons motto moet worden Marv. Het allerlekkerste tomaatje, het allerlekkerste boontje. Dat is de smaak, dat doet het hem. Misschien niet heel veel dingen, maar de dingen die hier komen, die zijn gewoon goed en die smaken lekker. Team Kuik mag dan wel een grotere tuin hebben. De mannen zijn bij de bioloog. Viola duikt met Marvin de tuin in en hij komt al snel bladluis tegen. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook leuk dat je al die decoratieve grassen kruiden die gewoon in het wild voorkomen hebt gebruikt, gehouden. En wat komt hier dan? Dat weet ik nog niet. Ah, okay. Tuinbonen? Wat voor bonen zijn het? Dit zijn... Ziet ook leuk uit. Gaat ook goed. Tuinbonen, ja. Uh-oh, wat zien we daar? Oh, wat erg! Helemaal zwarte stengels. Oh, is het echt zo? We hebben grote bonenluis. We hebben inderdaad al luis.
Maar dat maakt het op zich niet zwaar. Nee, ik was helemaal goed. Toch? Nu de teams weten hoe de andere moestuin eruit ziet, is het tijd om de jury bekend te maken. Ik ben heel benieuwd. Nou, zijn jullie er klaar voor? Ja, een videoboodschap. Een videoboodschap of zo, denk ik. Beste teams, ik ben Elvrie Venema en ik moestuin hier al een jaar of 25. Ik ben dit seizoen het jurylid van Moestuinieren voor Groentjes. En dat betekent dat ik dit seizoen met jullie ga meekijken op jullie tuin. En natuurlijk ook proeven. Jullie krijgen een aantal opdrachten en ik ga die volgen en beoordelen in een juryrapport. En het team met de meeste punten, die wint. En dan ga ik niet alleen letten op hoe groot en hoe dik de groenten zijn, maar ik let ook op smaak, ik let op kwaliteit, ik let op jullie creativiteit op de tuin, ik let op jullie aandacht voor de natuur en op jullie aandacht voor de bodem. Ik kan niet wachten. Succes, strijd. Kan beginnen. Yeah. Yes. Oh, leuk. Nou, ik ben 50-50 de kans erin. Ik ben niet meer 70-30. Die zie ik heel optimistisch. Ja, ik ook. Ja, waarom? Ik voel de creativiteit bij jullie nog wel een beetje vet zoeken. Ja, en de eenwording met natuur. Maar hebben jullie wel geluisterd naar filmpjes? Ze gaat op heel veel dingen letten. Ja, maar alle dingen denk ik, ja, dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. Het hoeft niet zo groot te zijn, niet zo mooi te zijn, het hoeft niet heel veel te zijn. Ja, maar ja. En oudere vrouwen, die pakken wij altijd wel. Ja. Mogen we best winnen. Het lekkerste. Volgende keer gaan de teams een moestuin ontwerpen. En dat valt Iris best zwaar. Ik maak me wel een beetje zorgen. Ja, ik maak me zorgen omdat ik denk dat die jongens gewoon alles in de strijd gaan gooien. En de mannen... die hebben het heel erg naar hun zin. Wil jij nou nog meer leren over moestuinieren? Volg dan deze serie en abonneer je op ons kanaal.